Micha Saldem, wat overheerst? De teleurstelling of misschien wel de ontgoocheling? Nee, teleurstelling. Kijk, je gaat hier naartoe en na vorige week goede punten gepakt hebben tegen Capelle. Wil je vandaag weer een stapje maken. En je hebt iedereen fit, iedereen tot je beschikking. En dan denk je ook hier beter voor de dag te kunnen komen. Ja, en uiteindelijk kom je tot de conclusie dat onder andere ik de ploeg niet goed genoeg heb voorbereid op de wedstrijd van vandaag. Dat is heel zelfkritisch, maar als ik toch even kijk, want de spelers in het veld moeten het uiteindelijk doen. Ik miste een soort scherpte, een wil om te winnen. Dat wat ik in de duels bij Maassluis wel zag en ook bij de spelhervattingen waaruit de doelpunten vallen, die willen winnen en dat miste ik bij jullie. Nee, maar ja, dat klopt. Maar kijk, hun zitten in een hele goede reeks. Ze hebben een aantal keren op rij nu succes gehad. Hè. Dus komen vanuit een moeilijkere positie als waar wij in zaten. Maar hebben nu door een reeks vertrouwen gekweekt. Ja, en wij hebben een situatie dat we een week winnen en dan weer niet. En met een aantal goede resultaten die we gehad hebben. Alleen we hebben het gewoon tegen deze ploeg, Hoek, nu deze, hebben we het gewoon hartstikke moeilijk. En waar het dan uiteindelijk echt vandaan komt, is moeilijk te zeggen. Ik vind wel dat we in de organisatie niet goed stonden. Veel tweede ballen waren voor hun. Ja, en uiteindelijk klopte dat ook met de spelervatting en met de kopkracht van een Vink. Wij vaak te veel moeite hadden en dat ook niet slim bespeelden. Dat deden we de tweede helft beter, alleen ja, toen was de wedstrijd al gespeeld. Wat misschien ook wel zorgen moet baren is, ik heb gekeken naar kansen van Lisse. Ik heb ze nauwelijks gezien. Eerste helft Mohamed Zoet op 1-0. Dat was er eentje, ja. Dat was gewoon een grote. Kijk, die moet minimaal tussen de palen. Eerste helft nog eentje. Een bal die eigenlijk doodvalt. Guido Pauw, die hem strak over de lat schiet. Hè, een volley. Ja, dat zijn ballen die moeten in ieder geval tussen de palen. Kijk, en als dan de keeper hem pakt of hij wordt gered, hè, dat kan. Maar op dit niveau moeten die ballen tussen de palen. Kijk, als je bij hun kijkt, de tweede helft krijgen ze één kans. En die ligt erin. Ja, dat is op dit moment vandaag is dat weer het verschil. Maar oké, we hebben ook wel eens wedstrijden gehad dat die bal er opeens wel in ligt. Dus wat dat betreft weer vertrouwen voor de komende wedstrijden. Maar ja, we maken het onszelf erg moeilijk. Nog niet definitief veilig over 2 weken. Tegen Sneek moet het dan maar gebeuren. Extra druk op die wedstrijd misschien wel. Nee, maar dat doen we zelf. En maar geldt niet in de topklasse. Hè? Van, dan moeten we het even maar doen. Nee, dat klopt. Sneek die wint vandaag, tenminste die stond ervoor, dus die gaan winnen. Dus voor Sneek is het ook weer erop of eronder. Die hebben eigenlijk dan niks te verliezen. Hè? Ja, en wij moeten, want anders kom je in de gevarenzone. Ja, voor de neutrale toeschouwer misschien hartstikke leuk, maar voor alles wat Lisse een warm hart toedraagt, niet echt prettig.